Meneer Van Ranst, om gelijk met de deur in huis te vallen, waarom moet Nederland weer open? Wel, op een bepaald moment gaan we allemaal terug naar het normaal moeten gaan. Ja. Ik denk niet dat ze het gaan beslissen, heel eerlijk. En ik ben ook niet zeker of het het goede moment is om het te doen. Doen we nog één keer opnieuw. Meneer Van Ranst, waarom moeten wij vrijdag open gaan in Nederland? Ze gaan niet doen. Kijk, ik ben niet akkoord dat men zegt van de bevolking wil het zo. Een deel van de bevolking is het beu. Maar wanneer je nu zou open doen, en dat is de ergste nachtmerrie van deze nieuwe regering, en je krijgt een jojo-effect. En uiteindelijk moet je dan terug ergens gaan sluiten. Ja, maar u bent Belg, u kunt het gewoon zeggen hoor, in dit land. Ja, ik weet het wel. Ik denk dat men het niet gaat doen. Ja, maar jullie hebben dezelfde aantal besmettingen en iets meer IC-bedjes. We hebben meer IC-bedden, dus we meer IC-bedjes waar mensen op liggen. Absoluut. Ja. Als in Nederland. 450. Als in Nederland. Ja. En je hebt ook meer mensen in het ziekenhuis. Iets meer, ik geloof 200-300 meer. Ja. Maar alles is open. Alles is bij ons open, ja. Nu, en er gebeurt niet veel. Alles is open, dat is ook niet volledig waar. Er zijn wel maatregelen. Ja, je mag, maar tot 11 uur naar het restaurant, niet tot 5 uur 's ochtends. Nee, dat klopt. Nou, doen we nog één keer. Ja. Meneer Van Ranst, waarom moeten wij vrijdag gewoon weer open gaan in Nederland? Ja, doe gewoon uw goesting, ga open. Ja, kijk, zo zijn we er weer. Bram Bakker. Nou, 3 keer. Moet op een gegeven moment het geestelijke gevoel voor de Nederlanders belangrijker zijn dan het fysieke ongemak wat er eventueel kan ontstaan door corona? Ja, vanaf dag 1 wordt er alleen maar gestuurd op virus en besmetting. En de schade die dat meebrengt op andere terreinen, die wordt alsmaar groter. En met name onze jeugd. Ja, ja, dat kan je ze niet aandoen. Zo is het. Oké, okay. Ja, maar Johan, dat is toch zo? Ik bedoel, die kleine van mij, die is 20. Die heeft 2 prikken gehad, die is gisteren geboosterd en heeft al corona gehad. Ja, en hij krijgt nooit verkering, want hij mag nergens naartoe waar hij tegenkomt. Hij zit de hele dag op Tinder. Ik heb ook zo hij zit de hele dag op de Tinder met zijn lullen zijn hand. Ja. Dat schiet lekker op allemaal. Ja, dat word je niet vrolijk van. Heel leuk gezin, dat.